Pieter-Jan Venema van Logisch Werving en Selectie. Van harte welkom bij de NT-dagen. Dankjewel. Ik wil het graag met je hebben over de arbeidsmarkt momenteel in de logistieke sector. Daar zijn jullie met name op gericht. Kun je iets vertellen over hoe jullie op dit moment ervaren? We zitten inderdaad in een omgekeerde arbeidsmarkt op dit moment. En wat ik toch eigenlijk heel duidelijk zou willen zeggen is dat het heel belangrijk is om zich te realiseren dat over 3 jaar het wel volkomen anders kan zijn. Die arbeidsmarkt die gaat zeker draaien. Dat duurt niet zo lang meer, is mijn verwachting. En demografisch zie je het al voorbij komen. Dat gaat gebeuren. En de bedrijven die nu niet zich realiseren dat dat straks over 3 jaar aan de hand is. Ik denk dat dat een probleem zou kunnen gaan worden. Als je nu niet echt je positioneert voor die arbeidsmarkt. En op een bepaalde manier ook kandidaten en leuke werknemers aan je weet te binden. Dat is heel belangrijk. In hoeverre klopt het dat met name de logistieke sector straks een probleem kan krijgen bij de arbeidsmarkt? Met daaraan gekoppeld de vraag, in hoeverre klopt het dat de employer branding voor deze sector, dat daar nogal het een en ander aan bij te spijkeren valt? Ja, ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is, employer branding. En dat daar wordt weinig aandacht aan besteed. En naarmate bedrijven daar relatief weinig aandacht aan besteden, dan komen wij steeds meer in beeld. En dat kan nooit het doel zijn in de zin van, ik wil graag mijn dienst verlenen, maar voor mij is het ook belangrijk dat die kandidaat er ook op lange termijn zit. En dat binnen dat bedrijf, aan dat bedrijf, gewoon hele leuke mensen worden gekoppeld. En als je dat inderdaad in die employer branding gewoon eigenlijk niet de focus erop legt en denkt van het is categorie nu crisis, maar dat is overmorgen echt niet zo. Wat voor een tips zou je bedrijven mee willen geven op dat gebied? Op het gebied van? Want dan zou je eigenlijk. Op het gebied van employer branding. Oké. Dat zit eigenlijk in heel veel elementen, veel meer elementen dan dat je zelf denkt. Dat zit niet alleen in, bijvoorbeeld in een sollicitatieprocedure zit het al. Hoe schrijf jij kandidaten af? Geef je hun iets mee voor de toekomst? Ook al heb je een negatief bericht, breng je dat? Hoe breng je dat? En geef je hun iets mee, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen? Dat is maar een heel klein puntje, maar als je op een verjaardag komt en uiteindelijk hoort hoe zo'n sollicitatieprocedure is afgelopen, dan gaat dat weer een heel eigen verhaal leiden. Een open dag. Een open dag ook in deze situatie is niet alleen bedoeld voor je bedrijf en je op die manier te presenteren. Maar is ook bedoeld om in de toekomst gewoon leuke mensen aan je te kunnen binden. En ze hoeven niet allemaal leuk te zijn. We hebben allemaal verschillende rollen. Maar er moet wel iets van een binding, een soort passiemagneet ontstaan. En als die passiemagneet niet werkt en meer afstoot dan aantrekt, Ik hoor soms vooroordelen over deze sector als het gaat om de positie en het imago op de arbeidsmarkt. De logistieke sector zou vrouwonvriendelijk zijn, om eens één ding te noemen. Nou, als ik hier om me heen kijk, dan zie ik relatief weinig vrouwen. Dus in zoverre zou er een verband kunnen zijn. En nog wat andere vooroordelen leveren er. Hoe zie je dat zelf en hoe kunnen bedrijven die vooroordelen het beste wegnemen? Ja, ik denk als we kijken naar de logistieke sector en met name het managerial niveau en de professionals die wij leveren, dan zijn veelal wel mannen. Dat is gewoon nou eenmaal zo. Ik heb me ook laten vertellen dat op de opleiding zo'n vervoersacademie Venlo, het is gewoon, op een of andere manier is het een mannensector. Maar ik denk dat een vrouw juist in deze mannensector gewoon het verschil kan maken. Maar je ziet gewoon dat mannen ook op een bepaalde manier hun functie invullen. En dat vrouwen soms heel creatief gewoon dingen kunnen oplossen. En dat er een veel meer balans zou kunnen komen in logistieke omgevingen. Door vrouwen ook op die plekken heel mooi in te zetten. Dat kan echt een meerwaarde zijn. En dan zeg ik niet dat ik pro-vrouw alleen ben. Maar het gaat om balans. Ja. En hoe denk je dat je vrouwen over het algemeen daarvoor geënthousiasmeerd kunt krijgen om naar die sector over te stappen? Dat klinkt misschien heel vreemd, maar juist in deze setting, wanneer er nog niet zoveel vrouwen zijn, heb je ook een hele aparte positie daarin. En ik denk dat het is van dat juist die meerwaarde van wat zachtere kenmerken en wat meer
gevoel voor sommige situaties. En niet alleen op de KPI, maar toch ook vanuit de andere richting. En ook groepsstructuren opbouwen. Die zijn heel anders met vrouwen en mannen dan met alleen mannen gewoon. Je krijgt een veel socialer geheel waarbij mensen ander gedrag vertonen. En juist misschien wel beter op die lijn om pad blijven en het beleid volgen zoals het eigenlijk bedoeld is. Oké, laatste vraag. Welke functies zal straks de grootste vraag naar zijn? En waarbij dan de minste mensen beschikbaar zijn? Waarbij de minste mensen beschikbaar zijn? Nou, ik bedoel, bij welke functies zal de krapte op de arbeidsmarkt straks als de economie aantrekt het hardst toeslaan? Als we kijken naar de logistieke kant en dan inzoomen op dat soort functies, is dat de vraag? Nou, dan denk ik dat toch wel over de hele linie zit. Wat me opvalt is dat nog steeds, en dat is even een opmerking in de zijlijn dan, dat er toch steeds nog heel veel mensen zijn die wel instromen in de hbo-route, maar die het dan net niet die hbo-route afmaken. En dat is wel iets wat me zorgen baart. Hoe komt dat? Je ziet gewoon echt de hang naar dat mensen gewoon echt proberen het hoogste te halen wat er te halen valt. Onze maatschappij die drijft je ook gewoon een beetje die hoek in. En dan krijg je de HAVO-VWO-route en dan soms een half afgemaakte HBO-route. En daar maak ik me wel zorgen over, over de beschikbaarheid van WO's en HBO's met echt een complete opleiding. En dat is nu al... dat is nu al eigenlijk aan de hand. Als je zegt van doe me binnen een procedure, een zware logistiek managerrol waar we nu mee bezig zijn, doe me een kandidaat die in ieder geval een volledig hbo-papiertje hebben. Als vakspecialist moeten we daar gewoon om strijden. En daar zijn we iedere dag mee bezig en dat lukt. Maar ik weet zeker dat onder druk komt te staan. En dan weet ik niet hoe dat zit voor de uitzendbranche, want dat is een branche die wij niet doen. Maar ik verwacht daar wel wat probleempjes in. Hartelijk dank voor dit gesprek.